Hi, in ons kantoor van de Slinger Jongeren. Sport? We willen eigenlijk dat de jongeren hun eigen projectje opstarten. Dus wat zouden zij leuk vinden of waar zouden zij iets willen gaan oprichten? Bij ouderen, dat kan bij jongeren zijn of bij dak- en thuislozen. Wat zij zelf willen doen voor een ander, kunnen zij nu in die les kunnen ze dat gaan doen. De kleinste dingetjes worden al gezien als vrijwilligerswerk en dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Ik zit nu in mijn derdejaars studie van SPH. Dat betekent sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik ben helemaal niet eenzaam. Nee. Ik denk dat de ouderen in Nederland... dat ze eigenlijk best wel tevreden zijn met hun leventje. Maar dat ze eigenlijk niet echt toe willen geven dat ze soms wel een stukje missen. Een stukje... liefde van anderen. Het hoeft niet eens van je directe omgeving te zijn, maar gewoon om wie je bent. En gewoon respect hebben voor elkaar en dat het niet voor ouderen anders is. Ik denk dat de kracht van ouderen wel met name zorgzaamheid is. En dat ze er altijd zullen zijn voor kinderen, kleinkinderen, mensen in de buurt. Ik vind dat zorgzaamheid toch wel iets... wat gewoon ook het belangrijkste is eigenlijk, om echt te blijven zorgen voor elkaar. De ouderen voor de jongeren, maar ook de jongeren voor de ouderen. Zo positief. Ze heeft zoveel meegemaakt, maar echt hoe zij er steeds weer bovenop is gekomen, echt niet te geloven. Ik kijk natuurlijk al heel snel naar mijn eigen oma. En dan is het natuurlijk wel om te zien, mijn oma heeft ook echt een heel groot gezin en heel veel kinderen gekregen. En hoe je ziet hoe zij er nu bij zit en ze heeft al de kinderen nog. Ja, echt zo schokkend dat je zo anders kan leven als ouderen zijn. En dat het eigenlijk gewoon niet eerlijk is dat het zulke verschillende werelden zijn. Dat het echt, het is gewoon echt niet eerlijk. Dat ik echt ongelooflijk veel respect voor haar heb. Hoe ze dat echt in haar hele leven allemaal voor elkaar weet te boksen. Dat weinig meter heeft ze om te leven. En dat ze dan nog gelukkig is met wat ze heeft. Dat is zo echt heel bijzonder. Dat ze op een gegeven moment zei dat ze in zo'n lange rij stonden om eten te krijgen. En dat er heel veel jonge mensen er gewoon voorbij die rij liepen en gewoon al het eten meenamen. En dat de ouderen met niks overbleven. Dat was wel iets dat ik even zo had van wow. Je weet natuurlijk wel dat heel veel, dat het echt zwaar is. En je ziet ook veel eigenlijk voornamelijk op televisie zie je vooral de kinderen die eruit worden gehaald. Die het moeilijk hebben. En, wat natuurlijk heel heftig aankomt. Maar er wordt eigenlijk vaak nooit echt iets over de ouderen gezegd. Van hoe gaat het met ouderen in ontwikkelingslanden? Door de filmpjes ook van Ada heb ik wel daar wel een beter beeld over kunnen vormen. I urge the Dutch members of the European Parliament to push for greater recognition of the significance of aging and the active contributions of older people in the EU development programs. Age demands action.